Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik heb net gedaan met mijn eerste job van vandaag. Dat is mijn vaste job die ik doe. Ik werk in Genk als publiciteitsverantwoordelijke voor een bedrijf. En op de vrijdag doe ik dat enkel in de voormiddag. Dus ook vandaag heb ik maar een half dagje moeten werken. Maar het is nu tijd voor de volgende job. Maar ik ga eerst iets heel spannend doen vandaag. Een dagje waar ik al even naar uitkijk, want ik heb een heel spannende meeting vandaag. Ik moet nu rijden van Genk naar, even kijken, Rotselaar. Dus het is wel een 30 à 40 minuutjes rijden. Dus ik ben even onderweg, maar het is wel een heel spannende meeting. En het gaat over deze auto, mijn BMW M235 waar ik nu in zit. En we gaan een verbetering of een aanpassing aanbrengen. Normaal gezien, dus ik ga nu even met de persoon in kwestie bespreken wat er precies gaat gebeuren. Meer info volgt zelfs. Dus ik ben nu, kan nu vertrekken, ongeveer, even kijken, aan een half uurtje rijden. Half uurtje, zo valt wel best goed mee. Ik zie jullie zelfs. Half uurtje later en we zijn eindelijk aangekomen. GPS had mij even omgestuurd, maar ik had me vergist van adres. Allee, nee, die stelde op vrijdag automatisch in dat ik naar Beringen aan het kantoor moet gaan. En daar zat de fout, dus ik was even omgereden. Maar we zijn aangekomen in Rotselaar en ik ben bij het bedrijf De Max Car Company. De Max Car Company doet redelijk wat auto aanpassingen en voornamelijk zijn ze een wrap specialist. Dus ik ga eens even babbelen om mijn auto te laten wrappen in een andere kleur of in een ontwerp. We gaan samen even bespreken wat we kunnen doen, wat de mogelijkheden zijn en misschien samen iets leuk uitwerken. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een paar voorbeeldjes bij die ik cool vind. Dus laten we eerst even gaan bespreken wat eruit kan komen. En dan laat ik jullie binnenkort het resultaat zien. Trouwens, de auto ziet weer heel vuil. Allee, je ziet het weer niet van ver. Maar oh, super dof. Jullie kennen me als autowasser, maar dit is niet hoe ik er normaal voor sta. In de zomer was ik mijn auto echt wekelijks, zeker. En nu steng ik al 3 maanden geleden of zo dat ik die nog gewassen heb. Heel vaak zo snel met water afspuiten of soms met schuim afspuiten, maar dat is het niet. Dus is het echt vuil, maar het weer is er ook niet naar. Dus als ik die nu zou wassen, is die straks over een uur terug helemaal vuil. Dus het heeft eigenlijk weinig nut. Tussen hier binnen bij de Max Car Company. We hebben net al een paar heel coole dingen besproken. Zoals jullie zien staan er heel wat kleuren achter mij. Maar ik ben hier samen met Max zelf. En Max is de eigenaar hier van het bedrijfje. En we hebben samen een cool projectje voor de auto, denk ik toch wel? Ja, maar we gaan er nog niet te veel van verklappen. Ik ga ervoor zorgen dat de wagen zeker gaat opvallen. Maar we gaan er nog niet te veel over zeggen. Nee, inderdaad. Het moet een beetje spannend blijven. We hebben net wat getekend op papier. Ik kan hier nog niet zoveel laten zien, maar dat gaat echt eerst gaan we een heel cool design uitmaken. En dan ga ik het misschien laten zien. Ofwel ga ik gewoon theorie uit het resultaat. Niet. Ja, het wordt nog wat spannend, hè. Ja. Je moet zo wat spanning houden, die mannen hier. Nee, allee, ik ben benieuwd. We gaan, hoe lang gaat het nog duren? Denk ik, een paar weken of zo voordat wij... drie weken, sorry. Voilà. 3-4 weken. Maar... Pak een maandje en dan gaan jullie pas weten wat echt het resultaat is. Welk kleurtje zouden jullie hieruit pakken? Misschien dit is mooi. Nee, geen roze. Ik weet het nog niet zo goed. Dat stinkt wel, ja. Het ziet er heel raar uit. Het zijn precies soort chips, maar dat is zo'n beetje doorzichtig. Lijkt zo'n beetje op ja, beef jerky. Ik weet niet of iemand dat kent. Zo'n beef jerky, zo'n stukjes biefstuk, zo gehard. Zo'n hardere stukjes kip. Het is wel heel fel gekruid, moet ik zeggen. Dus het stinkt enorm. Allee, het ruikt enorm, bedoel ik. Maar het is wel lekker. Trouwens, het is niet gesponsord ofzo. Ik heb dat gewoon heel toevallig op mijn werk gekregen, omdat het iets nieuw was van de leverancier. Dus, we eens proberen. Ik weet niet als het gaat uitkomen in België, waarschijnlijk wel, maar onder een andere naam eigenlijk. Ik denk niet dat ik het zou kopen. Ik vind het wel eens lekker om te testen, maar ik denk niet dat ik het zou kopen, omdat het zo echt heel lekker is, ook weer niet. Dan vind ik beef jerky veel lekkerder als kip. Ah, het is goed voor onderweg, een beetje proteïne binnenkrijgen. Ramen open op autostrade, want dat stinkt hier. Als jullie ooit beslissen om die chicken strips te eten, één tip: doe het niet in een kleine ruimte. Bijvoorbeeld in de auto, want dat stinkt. Dat ruikt echt keihard en die geur is super doordringend, dus dat blijft echt keihard hangen. Ik heb nu de laatste stukjes gewoon de hele tijd met mijn ramen volledig opengereden om het er een beetje uit te krijgen, maar ik vrees dat als ik straks of morgen terug ga instappen dat het nog altijd keihard gaat rieken. Ik hoop het een beetje verlucht hebben, maar het zal niet echt schitterend zijn. Oké, mijn meeting met de wrap specialist staat erop. Ik ben heel benieuwd wat er van gaat komen, want ze gaan nu eerst een soort photoshopje maken, een design van hoe het er kan gaan uitzien. Kan ik het nog wel gaan aanpassen en dan kunnen we van daaruit verder om een afspraak vast te leggen, dus effectief de wrap te gaan doen. Misschien één ding kan ik jullie al verklappen: het gaat niet gewoon een kleur zijn. Dus het gaat niet gewoon één volledige dezelfde kleur zijn over de hele auto. Het gaat waarschijnlijk een soort van ontwerp meer worden. Ik hoop dat jullie heel benieuwd zijn. Ik ben alleszins super benieuwd wat ze ervan gaan maken. Ik heb mijn ideeën meegegeven. Maar natuurlijk, mijn ideeën en wat er effectief uitkomt is nog altijd iets heel anders. Laat mij zeker in de comments eens weten wat jullie denken. Ik ben echt kei benieuwd. Als jullie voor wrap zijn, als jullie dat cool vinden of niet. Of als jullie zeggen, nee Sam, alsjeblieft hou gewoon het simpel blauw zoals je het nu hebt, dat is mooi genoeg. En als je een idee hebt van de wrap, laat dan even weten. Misschien vind je zelf iets cool of kunt je mij een ideetje doorsturen. Stuur het dan zeker door. Maar ik ben heel excited. Ik ga wachten tot de Max Car Company mij een design doorstuurt. En dan gaan we verder kijken hoe het van daaruit gaat. Dus keep you posted. Thuis aangekomen. Het is vrijdagavond ondertussen. En terwijl de meesten hun weekend beginnen, ga ik nog een beetje werken. Want ik heb nog een brochure af te werken. Zoals jullie weten ben ik zelfstandig bezig na mijn uren of op sommige dagen in de week samen met Nick voor Concept Island. En ik heb nu een brochure te maken voor een bedrijfje wat hij gaat bedelen over de zomer- en lenteactiviteiten. Dus nu is het moment om dat te maken en binnenkort te bedelen. Dus ik ga me nu aan het werk zetten, of nog een beetje verder aan het werk zetten. En ik wil die brochure vandaag af hebben. Dus let's fucking do it. Oké, het werk zit erop. Een paar uurtjes later en ondertussen is er nog een aapje bij me thuis. Swishing Monkey. Ziet er zo goed uit? Goed. Ja, mooi. Wat? Ik weet niet welke jaren ik moet halen. Hoe is toch chic? Ik vind het toch zwart. Ik ga toch voor zwart. Ja? Ja. Oké. Peter? Ik vind het allebei mooi. Zwart is altijd goed, hè? Het is goed zelfs, schat. Amor. Het is trouwens donker, dus dan zie je dat niet zo goed. Binnen is het niet donker. Dat is waar. Het is heel mooi. Dan denken mensen, duur me eens aan. Ja, dat zal ze zeker denken. Het is ondertussen 20:30 s'avonds, maar ik ga me nog snel omkleden en dan ga ik nog een uur of twee trainen, want het is nog net 2 uur open, dat zal wel lukken. En dan zie ik jullie straks. En dan... vrijdagavond, training zit erop. Ik was al 2 of 3 dagen niet geweest omdat ik zoveel aan mijn hoofd had of werk te doen had, was het niet gelukt. Dus heb ik nu vandaag getraind en het is eigenlijk best wel heel goed gegaan. Ik heb nu sinds deze week ben ik een nieuw schema aan het volgen. Ik heb altijd getraind in een 4-split schema, trainingsschema, wat wil zeggen dat ik mijn volledig lichaam opdelen in 4 delen. Dus ik deed bijvoorbeeld dag 1 benen, dag 2 borst en triceps. En zo verdeelde ik het op dat ik elke dag iets anders deed. Wat doe ik nu? Ik heb het opgesplitst in upper body en lower body. Dus ik doe 1 dag doe ik upper body en doe ik alles van rug, borst, armen. Alles ineens bij elkaar en dan doe ik de volgende dag doe ik alleen maar benen. En zo wissel ik af. upperbenen. Ik ga eens kijken wat daar het resultaat van is. Ik heb het aangeraden gekregen van onze trainer Dylan. Dus ik ga eens even zijn raad volgen. En mijn eten is klaar, hoor ik. En ook mijn voeding is veranderd. Ik eet nu iets anders. Ik ben aan het carb cyclen. Dat wil zeggen dat ik de ene dag laag in carbs eet, dus koolhydraten. Bijvoorbeeld vandaag heb ik een low carb day. Dan eet ik weinig carbs. Dus koolhydraten zijn bijvoorbeeld rijst, aardappelen, pasta, zo van die zaken eet ik weinig tot bijna niet. En dan morgen heb ik weer een high carb day, wat wil zeggen dat ik er wel veel rijst, aardappelen, havermout en zo aan mijn dieet ga toevoegen. Dus even testen wat daar het resultaat van is en binnen een paar weken schakelen we weer om als ja, een beetje zien wat hier het effect van is natuurlijk. Hè. Ik ben trouwens voor de rest van de avond alleen thuis met de cat. Want Talisa is iets gaan drinken met Alessandra, met een vriendin. Ondertussen ga ik nu eten. Ik ben wel YouTube video's aan het kijken. Meestal als ik YouTube kijk dan probeer ik zoiets bij te leren. Dus dan gaat het over social media, marketing ofwel over fitness. Dus ik vind het altijd wel handig om nuttige filmpjes te kijken. Soms ontspannende filmpjes, maar soms ook nuttige filmpjes. Maar ik ga zelfs wel, als het filmpje klaar is en ik gedaan heb met eten, ga ik even PlayStation spelen. Dat is ook lang geleden. Dus ik zal mijn avond wel omkrijgen, denk ik. En op deze positieve noot gaan we de avond afsluiten. Hè? Talisa is ondertussen ook terug thuis. Ligt al in bed en ik ga er nu ook in kruipen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Hopelijk zijn jullie excited. Net zo excited als ik voor de wrap van de auto. Ik kan niet wachten. Het gaat wel cool zijn. Het gaat gewoon een heel andere auto worden, dus ik ben echt benieuwd. En ik zie jullie heel graag terug morgen.